Dries, welkom. Hey. Leuk dat ik jou hier tref. Zo, dat is niet toevallig, hè? Nee, dat is niet toevallig. We gaan het vandaag wel ergens over hebben. Dus we gaan gezellig praten over een verandering die we zien in ons onderwijs. Die binnen heel veel instituten al vorm begint te krijgen. De verandering van systemen eigenlijk. Van een onderwijssysteem wat we heel vaak als klassiek bestempelen. Hè? De docent voor de klas, het frontaal lesgeven. Naar een hybride leeromgeving waar er eigenlijk een mix van rollen ontstaat. Het soms onzeker is wat het eindresultaat is. En dus dat je met veel meer onzekerheden moet leren omgaan. Volgens mij is dat waar we hier zitten. Dat klopt, hè. Dan hebben we de term hybride leeromgeving, waar ook weer meteen vier of vijf andere termen als living lab of field lab of noem maar op. Hè. Dus er zijn heel veel andere benamingen voor eigenlijk. Hè. Ja, klopt. Innovatiehub, noem maar op. Learning lab, social lab. Ja. Ja. Professionele werkplaatsen. Zo kunnen we nog wel even, moeten we even stoppen, want anders zijn we door onze tijd heen. In die omgeving, hè, daar zien we toch wel een hoop veranderingen. Dus waar je vroeger die docent had, die ik hou van beeldspraak, hè, die een kopie wilde maken van zichzelf richting de studenten. Hè, dus die zijn kennis over die studenten tentoonspreiden en dan ook dat vooral checkte. Zie je dat die systemen langzaam aan het veranderen zijn gegaan. Hè? Dus die zijn langzaamaan meer fluïde geworden. We merken ook in de afgelopen 5 jaar, heb ik in ieder geval gemerkt, er komen steeds meer nieuwe rollen in het onderwijs. Dus we zien een lector verschijnen. Onderzoeksmensen beginnen aan het onderwijs te trekken. Het onderwijs wordt een beetje vraaggestuurd. Het bedrijfsleven komt er zich in mengen? Dat niet alleen, maar ook de buitenkant van de school is veranderd. Hè. De omgeving verandert veel sneller. Hè. Daar waar een docent voorheen de wijsheid in pacht had of met de laatste kennis aan het bezig was, is dat nu het moment dat je een klaslokaal binnenstapt om misschien weer achterhaald. Ja, dat is ook. Hè. Dus, dat is dan weer de hele grote bewegingen die we... waarin we zitten. Hè? Dus de digitalisering gaat veel sneller. Door digitalisering en techniek is onze wereld letterlijk kleiner geworden. Hè? Dus ik kan net zo makkelijk nu bij iemand van het MIT een les volgen als hier op Fontys. Ja. Net zo makkelijk. Ja. Nou, je zegt van, je hebt daar een mooie benaming voor. Hè? Solid state, dat is het klassieke onderwijs. Ja. Het wordt steeds meer fluïde. Ja, dus we hebben een aantal fases die je daar beschrijft. Kun je daar wat over zeggen? Wat zijn die tussenfases? Ja, die tussenfases, en dat is meer om te duiden, hè, dat er dus steeds meer beweging komt en steeds meer interactie met de buitenwereld. Dat gaat van, ik noem dat dan solid entropy. Dus dat je voelt dat er wat aan het veranderen is. En dat zie je vaak al aan een klasopstelling. Dus in één keer worden de klasopstelling niet meer de rijtjes stoelen achter elkaar, maar worden het blokjes. En dan komt er eens een partner op bezoek en die komt dus uitleggen hoe dat het werkveld eruit zit. En met een beetje mazzel krijg je ook nog een casus. En dan in één keer zie je dat dat nog fluider wordt. Hè? Dus echt naar een fluid state gaat. Waarin je echt opdrachten samen met het bedrijfsleven al gaat doen. Maar nog wel in die veiligheid van dat klaslokaal of in een lessenset. Waar heel erg geborgd nog deze kennis gaan we hier wel in afvinken. Maar wel in het ritme van het onderwijs steeds, hè? Absoluut. Alles in 2 keer 10 weken of die 20 weken. Vaak nog opgeknipt in kleine essays. Ja. En dan zul je op een gegeven moment, doorbreek je eigenlijk de celwand, noem ik dat altijd in dit verhaal. Want dan moet je echt in één keer open gaan staan voor die buitenwereld. Maar dat is ook vaak, denk ik, het spannende moment. Dan verandert er heel veel. En daar gaan we het over hebben, want er verandert heel veel. Er verandert echt heel veel. Want dan zit je dus met je werk, je zit steeds meer tegen de werkelijkheid aan. Je zit steeds meer naar die open state toe. Ja. Maar alle systemen eromheen zitten nog daar waar we ooit begonnen zijn, in die solid state. Klopt, ja, hè? Dat klopt. Dus alle processen zijn nog ingericht als in solid state. Alle ondersteuning is nog ingericht als in solid state. Maar je hebt wel een groep pioniers die al in die open omgeving aan het werken is. Ja, en die systemen die trekken natuurlijk, dat schuurt een beetje links en rechts. Nou ja, een beetje. Nou, en daar komen we eigenlijk op de stelling, hè? Op waar we het vandaag over hebben. Van, de uitgangspunten zijn vaak kengetallen.
Ja. Eén docent op 24 studenten of 22. En als we dan in een nieuwe vorm gaan werken, dat is prima. Maar dan krijg je nog steeds datzelfde kengetal. 1 op 22, 1 op 24. Ja, en let wel, alles wordt geroosterd. Ja. Je moet binnen één systeem werken waar wij al gewend zijn in te werken. Want dat is het enige juiste systeem. En dat rooster, dat matcht niet met wat je aan het doen bent met de werkelijkheid. Nee, en helemaal niet in zo'n open omgeving waar dat je waar dat die toevallige ontmoeting steeds belangrijker begint te worden. Is het zo dat je misschien dan beter af bent zonder roostering in zo'n situatie? Ja, ik zou zeggen van wel. Maar goed, dat ben ik. Oké, okay, maar dan als je daarover doordenkt, hè, van als je nou heel veel van die ondersteuning die je dus in de eerste situatie, wat wel heel passend is en wat ondersteunt echt aan het proces. In het proces, in die open state, is het proces veel meer zelfsturend en heb je die ondersteuning niet nodig. Ja, nou ja, daar hebben we het al vaak over. Ik denk dat de ondersteuning er wel is en nodig blijft, maar dat neemt echt een totaal andere vorm aan. Daar waar je in de solid state, zeg maar, echt ondersteuning nodig hebt om je lessen te roosteren, om die docent aan die studenten te koppelen, om de klassen te vormen, om eigenlijk het hele administratieve gedeelte, hè, in orde te maken, toetsing en de cijferverwerking, merk je dat in die open state het veel meer gaat om relatiebeheer. He, dus welke projecten hebben we? Kunnen we mee werken? Welke partners zijn eraan gekoppeld? Hoe zorgen we nu dat we de juiste studenten aan de juiste projecten krijgen? Dus je ondersteuning is er wel, maar die neemt een hele andere vorm aan. Andere vorm en een andere kwantiteit. Absoluut, ja. Dat denk ik ook. Nou, dus dat is eigenlijk één kant van de manier om daarmee tegenaan te kijken. Aan de andere kant is het, als je nou de opbrengstenkant bekijkt, hè, dus in de open state, waar je dus met alle partijen, dus het werkveld, maar ook lectoraten, wat net langskwam, lectoraten, onderzoek, studenten en docenten, als je op die manier samenwerkt, heb je ook een andere opbrengst. Ja. Dan regulier. Ja, absoluut. Je spreekt dan, vind ik, van een meervoudige waardecreatie. Hè? Want je creëert niet alleen waarde voor die student, maar ondertussen is die docent aan het bijleren. Maken we IP met het werkveld op? Ontstaan er daar ook in die periferiek nieuwe samenwerkingen? Die student leert volgens mij sneller en dieper. Hè? Dus omdat hij veel specifieker op onderwerpen en projecten in kan zoomen. Dus ik denk dat de leerwinst over veel meer schijven plaatsvindt dan in dat oude systeem. Ja, vaak is het ook interdisciplinair, dus meerdere disciplines. Dus een student leert ook weer van een andere student vanuit een andere richting. Dus ja, hij leert ook breder. Gebeurt al heel vaak? Ja. Ja? Ja. Ik zou het heel graag nog veel meer willen zien. Want ik merk dat op het moment dat een instituut een ontwikkeling doorzet, dat het vaak wel oké gaat, hè, zolang het binnen dat instituut blijft. Ja. En dat er ook wel een beetje weerstand ontstaat op het moment dat meerdere instituten echt samen moeten gaan werken. Ja, dan wordt het pas echt ingewikkeld. Hè? Ja, dus dan hebben we en die open state, waar we al een hele dynamiek, een nieuwe dynamiek moeten ontwikkelen. En we hebben de samenwerkingen die voor nieuwe dynamieken zorgen. Maar daar heb je een heel mooi nieuw beeld van, hè? Dat is die open staat natuurlijk. Ja, wat in open staat, dat is misschien ook het laatste daarover. Daar zie je dus ook learning communities. Hè? Dus je ziet groepen, teams samenwerken. En in die samenwerking is het ook veel meer, de hiërarchie is veel anders. Hè? Dus het is veel meer samen, veel meer op gelijk niveau. Ja. Dan dat er oude hiërarchische systemen in zitten. Zoals bijvoorbeeld bij projecten kan het zijn dat bijvoorbeeld een bedrijf leading is. Hè? Dus nu is het veel meer samen ontwikkelen op gelijkwaardige basis. Ja, en ik denk dat het vertrekt ook veel meer vanuit het punt, we willen samen echt iets gaan leren. En het vertrekt niet vanuit ik wil iets. Ja, ik wil iets leren, maar veel meer vanuit de co-creatie dan vanuit één singulair doel, zeg maar. En ja, we hebben het nu dus eindelijk gehad, hè? Dus er zijn dus in zo'n nieuwe omgeving, in zo'n open omgeving, wordt er iets anders verwacht van de mensen. Ja. Wordt er iets anders verwacht van de relaties. Ja. Wordt er iets anders verwacht van de ondersteuning. Maar er wordt ook iets anders verwacht van die systemen die die leeromgeving moeten ondersteunen.
Het lijkt wel, als ik het zo samenvat, radicaal anders. Goh, ja, nou, dat zou iets kunnen zijn wat ik zou kunnen zeggen. Ja, want ik denk, hè, we hadden het er net al over. In dat nieuwe systeem wil je niet. Heb je eigenlijk geen nut voor roosters? Hoeveel toetsen nemen we daar nog af? Je gaat veel meer naar een manier waarop je eigenlijk elkaar continu aan het beoordelen en aan het feedback geven bent. Ja. Dat je in je leerproces zit. Je gaat van summatief naar formatief. Hè? Je bent continu mee aan het bouwen. Klopt. Daar nog wat meer, daar wat minder. En samen die ladder omhoog. Hè? Ja, het is wel een heel interessant onderwerp, hè, dat toetsen en beoordelen. Of misschien moeten we gaan zeggen hoe we elkaar waarderen in die omgeving. Dus waar ligt jouw talent en hoe kan ik jouw talent leren waarderen? Zullen we daar collega's eens vragen om daar eens iets over te gaan ik praten? Ik denk dat er een aantal collega's heel veel zinnige dingen over te zeggen hebben. Sorry. Nee, maakt niet uit. Nou, dan hopen we dat we dit bij deze jullie ook kunnen uitnodigen voor dat stukje van onze collega's. En mochten jullie vragen hebben, nou, dan weten jullie ons vast te vinden.